activiteiten lopen goed. Ik heb ondersteuning van de Koroniaanse gemeenschap en daarvoor ben ik ze heel erkentelijk, ben ze dankbaar. We zijn in feite dat gisteren begon 28 juni met onze Little Miss Kitty Kotti Contest. En dat is georganiseerd geworden door Stichting Het Kan Anders. En ze waren zeg maar een maand geleden, twee maanden geleden op kantoor en hebben gevraagd dat ze echt in verband met 160 jaar Kitty Kotti wat willen doen voor de Koroniaanse gemeenschap. En we weten allemaal dat er geen geld in kas is, dus als het aan het commissariaat lag, zouden we misschien heel weinig voor de mensen kunnen doen. Maar met ondersteuning van Stichting Het Kan Anders is het ons geluk om heel wat te organiseren voor de Koroniaanse gemeenschap. We zijn gisteren begonnen. Vandaag ziet u de activiteiten daarachter. En morgen hebben ze een prodo-wakker in de middagure en in de avonduren een party. En van 1 juli aanstaande hebben we vanaf 9 uur kranslegging aan de overkant van het commissariaat. En daarna komen we richting het plein, Tata Colinplein, om ook een krans hier te plaatsen voor Tata Colin. En dus dat zijn de activiteiten zo. En na 11 uur neemt Stichting Het Kan Anders weer over met alle soorten activiteiten op het park. En in de avonduren, Leticia Friese Sportcomplex. We hadden gisteren een Little Miss Coroni Kitty Kotti Festival voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, waarvan gisteren we een kleine miss hebben gekroond. Ja, het was een hele leuke activiteit. Er was heel veel opkomst van de Coroniaanse bevolking. Eigenlijk meer dan dat we hadden verwacht. En het was een hele leuke event. Ik ben zelf ook van Coroni. En ik was een paar maanden geleden hier met vakantie. En ik zag eigenlijk van God dat de jongeren eigenlijk niet veel hebben om te doen. De kinderen van de basisschool. En dat er ook niks georganiseerd werd rond deze periode. Dus hadden we zoiets van, goh, de komende periode gaan we ons daar focussen daarop. Om in Coroni dan zoiets te organiseren. En 1 juli hebben we dan de Kitty Kotti vieren hier op het pleintje. 160 jaar gaan we groot vieren hier in Coroni. Dus we nodigen in principe heel Suriname uit om samen Kitty Kotti vieren met ons hier te komen vieren in Coroni.